Het enige wat niet uitlekte het afgelopen jaar was Tatjana. Nee, vorig jaar heb ik het gehad over Patricia Pai, waar ik me dood aan geïrriteerd heb. En dit jaar heb ik me dood geïrriteerd aan Tatjana. Want ik weet niet of u het gezien heeft, maar Tatjana zocht een man. En dat deed ze via de televisie. En wat een raar mens is dat geworden, zegt die Tatjana. Een paar jaar geleden liet ze zich nog gebruiken door een willekeurige buurman. Maar anno 2011 mag er niet gekust worden, ze mogen niet blijven slapen. En denk, Tatjana, wees gewoon jezelf, joh. Op jou is meer gelegen dan op een testmatras bij de IKEA, kom op. Ja, even trouwens de plaszak, even terug naar de plaszak. Want dit, ik heb hem meegenomen, dames en heren. Kijk, dit is hem. De plaszak. NS. Dan spoor je toch niet? Nou, zijn er maar een paar die woordgrapjes leuk vinden, nou. Maar hier moet je... Oh, je legt hem even uit, ja. Stop, bedankt. Hij is heel, heel simpel. Doe dat niet eens aan. Ja. Je blijft niet aan de gang met uitleggen, hè? Of wel, hè? Alsjeblieft, zeg. Doe maar, hou je gebit wel even in. Alsjeblieft. Ja, doe maar weer uit. Jongen. Oh, de NS-spoor. Ja, Je hebt de helft van de show al gemist, geloof ik, of niet? Krijg een breukzin. Nou goed, de hele gat weg. Dan spoor je niet. Dit is dus een plaszak waar wij het anno 2011 in moeten doen. Ik zou u heel eerlijk zeggen, ik heb hier niet genoeg aan. Ik heb twee zakken tegelijk nodig, zeg ik u. Maar weet je, ik vind dit ook zo raar. Weet je wel? Ik heb dit neergelegd. Ik heb dit neergelegd in de trein tussen Haarlem en het Hollands Spoor. Ik denk, ik ga toch eens kijken wat er nou gebeurt. En ik legde dit neer en we waren nog niet een uur onderweg. En huppatee, iemand. Hij zegt, wat mokt er mee? Ik zeg, ja, volgens mij is het een plaszak, maar als jij er wat anders mee kan, dan zie ik het graag. Hij zegt, maar waar moet dat? Ik zeg, joh, gewoon hier aan jou schrijven. Dus die gozer hangt dat en ik ga het gewoon... Maar dat is een beetje raar. Ik weet niet of vrouwen dat ook hebben. Maar wij mannen, als wij plassen, dan moeten we vaak schijten ook. Dat is echt waar. Dus die vent, hij zegt, geef mij nog een zakkie. Ik zeg, luister ouwe, ik heb daar één. Hij zegt, schuif hem even door dan. Nou, dat werd één vieze, gore bende, mens. Op een gegeven moment zei hij, zegt, pak een krant. Dus ik een krant gezocht van die ochtend en die had hij, het ging nergens over, echt waar. Het ging helemaal nergens. Hij zegt, en nu, ik zeg, je bent eraan begonnen, je zoekt het zelf maar uit. Hoor. En die gozer maakte er een grote prof van en wandelde die zo mee door die trein. Hij zei, moet ik ermee? Ik zei, weet ik veel, man, idioot. Hij zei, gooi dat raam open. Dus ik gooi dat raam open en hij sodemiet zo die prop het raam uit. Fiets een gozer op zijn fiets naast die trein. Krijgt die prop midden in zijn gezicht, zeg. Maar we naderen net dat station, dus die gozer haalt op die fiets, haalt hij die trein in. Gooit die fiets tegen die trein, loopt die coupé binnen, loopt naar die vent. Hij zei, wat een vuile viezerik ben jij, zeg. Zeg, die vent, dat moet jij zeggen, je hele bek zit onder de strop. Ja, mensen, hè? De NS. Hè? Ja, ik haal hem even weg, ik zet even wat anders voor. Want... Nee, ik vind dat namelijk passen, dames en heren. De plaszak vind ik passen in het rijtje Occupy en penisverfrissers. Ga niet zeggen dat jullie het niet weten. In Nederland hebben wij tegenwoordig een penisverfrisser. Sterker nog, dit is hem. De Freshim. En die heb je dan, ja, je bedenkt het niet, in spuitvariant. En je hebt hem als roller. En ik dacht van, nou, dat is een mooi slogan, Jal. Bedenk goed wat je met je roller doet. Want je moet heen. Dat is op zich niet erg. Maar dan moet je ook nog een keer terug.
En dan kom je zo'n velletje tegen. Ik zie u kijken, mevrouw, van mag ik even ruiken? Mag dat? Moet je niet gelijk je mond open doen, dat vind ik bijna aangenaam. De freshen! Dat bedenk je toch niet? En dat je denkt, kijk, wij mannen hebben geen handtas, dus waar laat je zo'n apparaat? Ja, weet je zo? De ouderwetse mentos. Zo van, hoe is het? Ik heb hem bij me. Ik vind het een kutapparaat, hè? Yes, ik vind helemaal niks. Nee, ik vind. Ja, kutapparaat, hij wordt weer uitgelegd hier zo. Yes. Wat is dit voor een zaal, mensen? Echt ongelooflijk. Ach. Nee, ik. En dan Occupy. Occupy. Als u en ik een huis bezitten en daar een schuur in willen zetten, eigen grond, dan moeten we 381 vergunningen aanvragen. Maar als jij met een tent met vies haar en een stinkende, weet ik veel wat, wil kamperen op de Dam in Amsterdam, dan kan dat in Nederland. Dat kan. Nou, dat vind ik niet mooi. Nee, dat vind ik niet mooi. Ik vind het verschrikkelijk. Nee, en ik ben er ook helemaal klaar mee met penisverfrissers, plaszakken en Occupy. Terug naar het weer, want het was echt dramatisch weer, mensen. En dat heeft dan verschillende dingen, ja, die dan daarmee te maken hebben. Dan krijg je een hoop ongedierte. Dan krijg je op een gegeven moment, tenminste ik in mijn tuin, last van slakken en van kikkers. En dan gebeuren er de meest rare dingen. Ik bedoel, mijn vrouw die is niet helemaal, maar mijn buurvrouw, ja, die is helemaal niet goed bij de hoofd. Ik sta van de zomer echt heel die tuin bij ons vol met kikkers en met slak. En ik sta in dat schuurtje over die schutting te kijken. Komt mijn buurvrouw naar buiten en die gaat in gesprek met een kikker. Zeg, dag, kikkertje. Ja. Ze zegt, als ik jou nou kus, verander je dan in een prins? Hij zegt, nee, dat is mijn broer, mij moet je pijpen. Ja. Ga je hem weer uitleggen? Nee, toch, hè? Maar dat gebeurt dan, weet je wel. Daar heb je dan allemaal mee te maken. Daar heb je allemaal mee te maken. En dan hebben we ook nog die idioot met zijn barbecuecijfers. Het heeft 364 dagen geregend en dan komt de idioot en zegt, opmoorn, cijfer 8. Waar heb je het over, je mafketelman? Heel mijn barbecue staat onder water en barbecuecijfer 8, hoor. Denk ik, verkoop die vent eens een keer, joh. Weet ik, aan Curaçao of zo. Weet je, daar heb je een barbecuecijfer 9. Lijkt me trouwens wel een fantastische baan. Weerman op Curaçao. Is toch een geweldige baan? Dames en heren, dan nu het weer. Morgen mooi weer, tot morgen. Ja, het is toch fantastisch? Nee. Ik moet zeggen nee. Overigens weet ik wel waarvoor wij de ABC-eilanden nog steeds niet hebben afgestoten. Dus ieder jaar een discussie, ook in 2011 was dat natuurlijk weer een discussie. Over van wat moeten we er nou eigenlijk mee? Nou, dat is nu duidelijk. Wereldkampioen honkbal worden. Gefeliciteerd. Het wordt toch nog een keer een zomer wereldkampioen. Dat is een tijd geleden, kan ik u meenemen. Wat ik ook even kwijt wil aan u voordat ik verder ga, is dat wij vanavond gebruik maken van dit televisiescherm. We brengen een beetje de televisie bij u in de zaal. Want televisie, dat is het beste communicatiemiddel wat wij hebben. Via de televisie horen en zien wij van alles. Maar ook marketing en reclame komen bij u binnen via de tv. Kijk, en dat kan goed gaan en dat kan fout gaan. Kijk, let op. Ja. Nooit had iemand gehoord, 75% van de mensen hier aanwezig, had voor dit jaar 2011 nog nooit gehoord van Chemiepak, toch? Laat me heel eerlijk zijn. Deze foto is genomen in de zomer van 2010, want het is namelijk droog. En als het te snel gaat, moet je het gewoon zeggen. En Chemiepak heeft als slogan een vertrouwde omgang met chemische producten. Ik dacht het niet. Krijgt u thuis door, hè? En waar ik me dan het meeste... Kijk, dit is erg. Dit is verschrikkelijk voor die mensen. Maar dan denk ik van, weet je wat ik nog veel erger vind? De burgemeester van Moerdijk. Dat vind ik echt de grootste clown uit 2011. Want de burgemeester uit Moerdijk beweerde namelijk dat er niets aan de hand was.
De grootste opslagplaats van chemicaliën ging de lucht in. En die idioot die ging daar zitten tijdens de persconferentie. Zei: niks aan de hand. Nee joh, hij doet je ramen en deuren dicht, maar voor de rest niks. Weet je, Maaskantje, nee, Moerdijk, dat was pas knal. Echt waar, de eenden gingen dood. Als je over Moerdijk vloog, gaf het licht. En die gek vertelde net als die man die toen tijdens de Irakese oorlog, weet je nog, met die golfoorlog, die Irakese persvoorlichter, no Americans. Die zaten gewoon naast hem in de studio, no Americans. En wij ook, wij geloofden het gewoon. Totdat na 3 weken kwam dan ineens het bericht, er was een bijtende stof gesignaleerd. Onder de rook van Rotterdam. Een bijtende stof. Ja, ja, het kan ook anders. Hè? Het kan nog anders. Want het kan ook zijn dat personeelsleden jouw merk naar de klote helpen. Dan krijg je dit. Het is niet een heel snel zaadje, Reiner. Wordt daar op rij 4 weer even uitgelegd. Peter R. de Vries. Ja. Weet je wel, dan ben je eindelijk van je boerenbankimago af. Heb je eindelijk een dopingvrije wielerploeg naar Rasmussen. Want dat mogen we toch wel concluderen als we naar de wielerploeg van de Rabobank krijgen. Kijken naar het afgelopen Tour de France jaar. Want die Geesink, dat was de kopman. Die zag ik fietsen toen dacht ik, dat is Anton Geesink. Die gozer, had hij überhaupt wel een zadel op die fiets? Die zag eruit, jongen, die gozer. Echt, het was maar goed dat de schenkviaduct er niet in zat. Anders was hij eraf gereden. Ja. Dus dat kan, hè? Dat kan allemaal. Er waren ook positieve dingen. Tenminste, er waren dingen die mij blij verrasten namelijk. Want wij deden ook dit jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. En vorig jaar heb ik Sieneke helemaal afgebrand. En daar heb ik brieven over gekregen. En ik zeg nu, sorry Sieneke, want Sieneke is gewoon een lekker wijf. Ja, tot hier, zeg maar. Tot hier. Maar dit jaar, wie deden er dit jaar mee namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival? De drie nees. Niet de drie J's, de drie nees. Echt waar. In Volendam hebben ze stucadoors, palingrokerijen, maar geen kappers. Wat zagen die gasten eruit, zeg. Echt waar. Die zijn lelijk ook met z'n drieën. Als lelijk zijn pijn deed, liepen die gasten de hele dag te gillen. Dat kan niet anders. Echt waar. Echt, dat kan niet anders. Het enige positieve was dat ze heel even werden ze de vier J's. En dat had alles te maken met de J van Jurk. Kijk, ik ben, zeg ik u heel eerlijk, geen fan van Jolante Cabau van Kassabergen. Maar, Kassabergen, ja. Maar die presenteerde het Nationaal Songfestival. Dat ik dacht van, ja, je bent lekker kort van stof. Dat vind ik wel fijn. Dat is toch geen jurk, man. Dat is een polsbandje. Dat is een riem, echt waar, dat is een riem. Ik zou je zeggen, ja hè, wij zaten tijdens de repetitie zaten we hier. En als je dan onder het pianootje doorkijkt, dan kijk je zo tegen de speeltuin van Wesley aan, echt waar. Ja, ja, echt ongelooflijk. We hadden ook positieve dingen in 2011. Want mijn vrouw zei wel, Jeroen, als je dat weer doet, doe dan iets positiefs ook. Nou, dat is mooi, Duitsers kunnen niet tegen komkommers. Gaan ze dood aan? Zijn wij in 2011 achtergekomen, zeg ik, is 70 jaar te laat, maar goed. Oh. Maar wel goed voor aankomende zomer, zeg ik. Ik hoop dat Bertje opgelet heeft. Hè? Ja, was geen komkommertijd in Duitsland. Nee, sowieso nooit iets van begrepen van de term komkommertijd. Dat vind ik nou echt een periode voor vrouwen. Komkommertijd. Periode tussen twee relaties. Dat vind ik dan echt voor vrouwen komkommertijd. Zeg. Ja, er werden ook dingen verbouwd in Nederland. Jezus Christus. Wat is dit? Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ja, wat zeg jij? Deed ze het weer? Deed het weer, ja. Ja, ja. Ja, er werden ook dingen verbouwd dit jaar. Werden dingen groter. De Grolsvesten. Ja, werd groter. Er kwam een ringetje bij. Had wel wat voeten in de aarde. Maar hij werd groter. En dat vind ik dan gek. Dat als iets groter wordt, dat je er dan zo'n beklemmend gevoel kunt krijgen. Oh. En mijn vrienden hadden wel eens verteld dat je van Grols heel erg pijn in je hoofd krijgt. Maar ik ben geen bierdrinker, hè. En tijdens de repetities hadden we het er nog over of deze grappen wel door de beugel kunnen. Maar we laten ze er maar gewoon in, hè.
Ja, laten ze er maar gewoon in. Het was ook het jaar van de saaprijders. Zijn er mensen met een saap vanavond? Ineens is er niemand met een saap. En ik weet zeker van één iemand dat hij vanavond met zijn saap hier is. Maar we laten het licht wel uit. Nee, saap, daar kun je gewoon, huppatee, monumentendag, kun je gewoon achteraan aansluiten. Is gewoon echt waar, een rijdend monument, de saap.